Heel goedemorgen met Wil van Delft Goedemorgen. met Wil van Delft van de Bram en Delsblauw. Goedemorgen, wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar is ze dan, Kylie. Annie. Ja. Ja, hoe gaat het met je? Goed. Ja? Vertel eens iets meer. Want we hebben voor jou uitgenodigd vanmorgen. Vanwege de nieuwe single Uit de Bol. Vertel daar eens iets over deze single. Fabien Tielt heeft dat gemaakt. Ja? Samen met Nico Westerling. Ja? En het is een heel leuk lied, vind ik zelf. Ja. Ik draaide zojuist nog een klein stukje van Wat ik wil. Was dat de vorige single of zat er nog een single tussen? Ja, dat was de vorige single. Was het de vorige single? Ja. Aha. Hoe gaat dat nou op school? Want je zit nou op school, hè? Kun je dat allemaal een beetje combineren, dat zingen Ja. met de school gaan? Ja. Wat voor soort school zit je nu dan? Lager. Voor onderwijzer. Basisschool. De basisschool. Goed. En jouw vriendinnetjes, die weten dat jij zingt, of niet? Ja. En wat zeggen ze daarover? Niks. Niks, dat is weinig. Dat is weinig. Hebben ze helemaal, zeggen ze helemaal niet: hé, Kylie, je kunt goed zingen. Of je hebt weer een leuk nieuw singeltje uit of zo. Zeggen ze dan helemaal, geven ze jou nooit geen complimenten? Ze zijn gewoon jaloers. Ja? Ja. Ja. Dus ze zeggen nooit eens: hey, leuk, of het gaat goed of zo. Dat hoor je nooit zeggen dan. Soms. Soms, ook goed. Optreden, dat maakt nog niet van jou, hè? Dat maakt in België nog niet, hè? Wel? Jawel. Wel? Ja, ik heb Oh. een. Oh, dan ben ik ouderwets. Dan ben ik Ik heb ouderwets. Dan ben ik ouderwets. Ben ik ouderwets. een jaar toelating van het ministerie. Ah, dus je hebt een speciaal ontheffing. Ja. Waar? En waar ben je nu al wezen optreden? Vertel eens. Over heel België Ja. en heel Frans-Nederland. Ja. En hoe vind je dat als je dan eerst op een podium staat en je hebt een microfoon en er staan allemaal mensen voor je, word je dan niet zenuwachtig? Nee. Nee? Nee. Dus wat hebben we terug? Je hebt geen podiumvrees. Nee. Nee. Maar je hebt wel een heel geweldige steun aan je vader en moeder natuurlijk. Ja. Maar die gaan altijd met je mee, of die? Ja. Ja, en dit doe je al te begeleiden, want ja, je bent nog zo jong natuurlijk. Dus dat moet wel lukken natuurlijk. Maar uit de bol. Mijn Ja. begeleider is Sabine Tiels. Ja, maar deze nieuwe single, dus die Uit de Bol, die komt van. Die heeft Sabine Tiel voor jou geschreven. Ja, inderdaad. Oké. Nou, we gaan ons draaien. Even voor de luisteraars die meeluisteren. Als zij meer willen weten over jou, over Kylie, waar kunnen zij de informatie vinden? Bij de social media? Facebook Kelly, het zangeresje. Ja? Ja.
En of, ja, bij Facebook, Wil. En op Facebook, ja, ik wou het al zeggen. Ze kwam al moeilijk uit, maar ik wou het zeggen Facebook. Inderdaad. Ja. Of, ga op Facebook kijken. Als er mensen iets over meer over jou willen weten, over Keileg, tik even in Keileg. En dan zien ze alle informatie die ze graag willen weten. Of niet? Ja. Nou, morgen weer naar school? Nee. Ik heb 2 weken paasvakantie. Paasvakantie? Allee, kijk eens aan. Ik wou dat ik ook had. Ik wou dat ik op show zat. Dan heb ik ook de paasvakantie. En ik wou dat ik in Spanje was. Ja, en wat ga je er dan voor doen? Optreden, thuis zitten. Aha. En lekker met je vader en je moeder weg. Ja. Leuk. Nou, we gaan de single draaien uit de bol. Boom, shalalala. We gaan die draaien en jij moet hem zelf aankondigen. Hier is lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single uit de bol. Heel groetjes en groetjes aan je vader en je moeder, want die zijn er vlakbij bij jou natuurlijk. Ik wens jullie nog een hele fijne zondag en tot de volgende keer. Bedankt, groetjes, dag. Fijne zondag, bedankt. Doei. Hoi, doei.